ben Carola de Ruiter en we zijn nu bij Familiezaken in Purmerend. Het is het familiebedrijf dat ik samen met mijn zus Liane en een team van professionals heb. Ik ben Liane de Ruiter en we werken voor de mooiste bedrijven die er zijn, familiebedrijven. Hier wordt dagelijks gewerkt met een enorme drijf en passie om het bedrijf generaties lang voor te kunnen zetten. Vanuit onze kennis en ervaring hebben we een boek geschreven, Familiezaken in opvolging. En door dit boek te schrijven willen we de aandacht vestigen op het feit dat emoties wezenlijk onderdeel vormen van een succesvol opvolgingstraject. En dat ze net zo belangrijk zijn als de cijfermatige kant van opvolging. En met emoties moet je dan ook beginnen. Want wie is nou de mens achter de ondernemer? En wat wil iedereen in de familie? Hoe wordt er tegen opvolging aangekeken? Nou, hele belangrijke vraagstukken waar eerst een antwoord op moet komen voordat je eigenlijk met de cijfers aan de slag kan. Het boek geeft antwoord op verschillende vragen. En dat zijn vragen die leven bij de overdragende generatie. En dan moet je denken aan van hoe ga ik afbouwen? Hoe start ik een opvolgingsproces? Of hoe kan ik weten of mijn opvolger geschikt is? Er zitten ook vragen bij die bij de nieuwe generatie leeft. En dat is van, wil ik het wel? Hè? Want je vader of moeder heeft met heel veel passie iets opgebouwd. Maar is dat ook jouw droom? En kan ik het wel? Krijg ik het respect van mijn medewerkers? Dus de belangrijkste 5 vragen die bij de overdragende en nieuwe generatie leeft, die worden beantwoord. En daarnaast behandelen we van, hoe bouw je nou een succesvol familieteam? Wat zijn nou eigenlijk de valkuilen, dus eigenlijk de do's en de don'ts als het gaat om de gedachten en de gevoelens die leven. Dus als jij echt een serieuze, goede ondernemer bent, dan denk jij ook echt goed na over opvolging. En daar is het boek voor bedoeld.